Nick, jouw vechter Jamal Ben Sadiq, die treft Junior Taffa. Hoe zie jij het gevecht? Ja, ik denk dat het een aantrekkelijk gevecht gaat worden voor de toeschouwer in elk geval. We waren niet echt verbaasd, maar ja, ik stond er wel van te kijken dat hij toch standvastig op Jamal afstapt. Het is toch een grote man om even tegen te gaan. Ja, weet je, Jamal heeft inmiddels zoveel ervaring, heeft voor alle hete vuren gestaan, heeft nou een beetje iedereen gehad, alle situaties meegemaakt. Dus ik denk dat Jamal gewoon, die is klaar voor iedereen en laat gewoon komen. Maar het is goede moed, zeg maar. Ja, zeker weten. We vertrouwen op onze eigen krachten. En de trainer die was een beetje verbaasd dat de tegenstander die jij getroffen hebt, geloten hebt, dat hij op jou afkwam. Ja, natuurlijk. Wie wil er graag tegen Ben Sadiq vechten? Er zijn heel weinig mensen die graag tegen mij willen vechten. Alleen, hij heeft die power nog niet gevoeld en hij heeft die stoten nog niet gevoeld. Maar volgende week zal hij het wel meemaken. En heb je een andere trainingsdiscipline nu gehanteerd voor dit toernooi? Of train je gewoon business as usual? Ja, kijk, niet echt. Je traint dan voor een losse wedstrijd, maar dit is echt een toernooi. Dat is net iets anders. Net dat extra aanscherpen, net dat extra je best doen tijdens de training en dat soort dingen. Dus het is een toernooi en we zijn er gewoon klaar voor. We hebben er hard voor gewerkt. Ja, ik zag bij jullie op de sportschool wat beelden voorbij komen. Dat Alistair Overeem was langs geweest. Lazar is bij jullie aan de gang. Dus heb je er ook nog mee gespart? Of? Ik heb echt alles gehad. Ik heb klein gehad, groot gehad, sterk, niet sterk, lichtgewicht, zwaargewicht. Ik heb alles gehad. En in Breda hebben we gewoon alles zwaar van alle niveaus en alle gewichten. Dat is prachtig van mij. En waarom ga je het winnen? Omdat ik gewoon de sterkste ben. Ik ben de vechter met de meeste ervaring. Ik denk dat ik nu op een level zit dat ik een beetje tegen alle vechters heb gestaan. En ik denk dat niks of niemand mij in de weg kan staan om die titel volgende week te winnen. Heel veel succes. Dankjewel.